Ik heb afgesproken met iemand, nou die kan je toch wel rekenen tot het meubilair van ADO. 14 seizoen al, ze noemen me ook wel superkeeper. En ik heb afgesproken in het bos en het klinkt vies. En het is het ook een beetje. Hey Robert. Hey, hey. Buiten is al binnen hoor, kijk eens. Dat is nog warm ook, hè? Alles goed? Ja, goed. Toch wel één grote passie voor jou is toch wel die hond, hè? Ja, we hadden er twee en eentje is helaas overleden, een beetje jong. Die had de epilepsie. Dat was erg zielig en dat ging gewoon niet goed. Maar hoe ging dat met hem? Zij heeft er wel, ze heeft wel last van gehad, een beetje van een soort van rouwen, zeg maar. Alleen ze is wel ouder, dus ze is wel alleen geweest al in het begin. Ja. Dus het gaat nu hartstikke goed. Hoe belangrijk zijn die honden voor jou? In dit geval deze hond? Heerlijk rustpunt voor mij. Het maakt niet uit welke wedstrijd ik gehad heb. Als ik kom 2 uur 's nachts thuis, dan gaat ze altijd nog even mee naar buiten. En even wandelen, rustig aan. En kan ik gewoon rustig even over alles nadenken. En het is top. Dreigend en uit de tweede lijn. En dan moet Swinkels er even handelend optreden. Dat biedt een kans. En Swinkels. En de redding van Swinkels. Alias kies positie. En komt de redding Swinkels. Hey, maar wat vind je nou zo leuk aan die Franse bulldog dan? Ze hoeven niet de hele dag naar buiten, zeg maar. Ze hebben niet onwijs veel beweging nodig. Dus past er gewoon goed bij ons. Lekker een korte wandeling af en toe, niet te gek. Maar ik vind dat is, jij zegt dat het knuffelen, weet je. Maar ik vind als een hond zo die vieze natte snuit en zo. Ja. Je hebt inderdaad wel aardige kwelbakken bij je, maar nou ja. Leef wel mee. Pas op wat het plezier is. Ik liet hem eigenlijk gewoon gaan. Als je kijkt naar jou binnen de groep, hoe ben je dan ook? Ja, ik hou wel van een dolletje en een beetje humor. Ik bedoel, dat vind ik prachtig. Maar ik zal niet ik heb niet het hoogste woord of zo. Nee. 14 seizoenen bij ADO, hè? Natuurlijk wel echt al bijzonder. Ja, dat is lang. En je hebt een contract voor. Hoe zit het om een bepaalde tijd? Ja, ze noemen ze dat. In principe is de intentie ook om gewoon na mijn carrière nog voor ADO... iets te blijven doen en wat het zal zijn, dat zal nog moeten blijken. Maar dat zien we na de voetbal. Ze noemen je wel superkeeper. Ben jij nooit gaan rondkijken naar andere clubs? Natuurlijk zijn er altijd momenten geweest dat je misschien over nadenkt of dat het aan de orde komt. Alleen op dat moment is dan eigenlijk altijd gebleken dat ADO de beste keus voor mij was op dat moment. En gaan we toch altijd bij elkaar terecht. Toch zijn er momenten geweest voor mij dat ik weet je, dan kwam kijken en dan zat je... Voor mij seizoen drie seizoenen geleden zo, dat je vaak op de bank zat. Ja, ik heb een periode op de bank gezeten, dat klopt. Ook een periode gehad dat ik fysiek wat problemen heb gehad. Misschien is het op dat moment is het iets makkelijker te accepteren als je dan op het tweede plan komt. Toen jij dus uiteindelijk wel in de basis kwam, dat was twee seizoenen geleden, deed het fucking goed. Ja, het was natuurlijk was een mooie reeks met voor ons en met de trainer dat we laatste stonden. En dat we natuurlijk uiteindelijk nog eruit sleepten, ja. En hoe is dat nou voor jou dit seizoen? Want ik bedoel, ik verzamel natuurlijk de voetbalstickers. Ja. En dan denk ik, dan zie ik je in die groothuis op de stick staan. Je begon als eerste keeper dit jaar. Ik heb 15 jaar geleden ook een keer op de sticker staan. is niet zo spannend. Maar ik ben 35 en ik vind het lekker als die gasten van 20, 21 achter me aan zitten. Dus dat houdt je scherp. Dus dat heb je ook nodig. Ja. En hoe lang blijf je nog in de goal staan? Ik heb met de club nog een afspraak, in ieder geval nog anderhalf seizoen door te gaan. En daarna gaan we met elkaar zitten. Nou, dan hoop ik dus volgend jaar, als we dan sowieso nog even doorrekenen, dat jij dus gewoon weer in de baas staat. En dat we nog even mogen genieten, wij als supporters van de superkeeper. Ja, dankjewel. Top. Ja, jij bedankt. Goed, jongen. Wat is je hond van je eigenlijk? Die loopt rondjes hier. Die is geen stilstaande... Nee. Het is geen Duitse staande. Hey, en heb je die drol nog steeds in je zak? Nee, die is weg.